Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator en wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor archeologie. En met wie heb ik het genoegen? Nou Jan, ik ben Nathalie de Visser, provinciaal archeoloog bij de provincie Zeeland. En ik heb inderdaad een passie voor archeologie. En daar wil ik vandaag graag iets meer over vertellen. Nou, ik denk dat de kijkers met belangstelling zitten te kijken natuurlijk. Nathalie, waar ben je geboren? Ik ben geboren in Klokkenheist. In België. Dus? Ja? Ja, hier vlakbij. En ja. Dan ben ik later op mijn driejarige leeftijd naar gemeente Sas van Gent. Geëmigreerd heette dat toen ook. Oh ja, natuurlijk. De grens over. Inderdaad, de grens over. Ja, mijn vader is Nederlander en mijn moeder is een Belg. Dus vandaar, mijn vader ging bij de Douwe werken. En toen zijn we in Filipijnen gaan wonen. En daar heb ik gewoond tot ik ging studeren in Brugge. Daar heb ik toerisme gestudeerd. En waar heb je de basisschool in Filipijnen dan? Nee, ik heb een deel van de basisschool in Eeklo gedaan. In België? Omdat mijn moeder daar vandaan komt, tuurlijk, in België. En mijn moeder vond het onderwijs altijd in België veel beter. Dus daar moest ik naartoe. Een meisjesschool. En ben ik halverwege ben ik naar de basisschool in Filipijnen gegaan. Een gemengde school. Hè? Dus een openbare basisschool. Dus dat was wel een hele cultuurshock voor ja, mij. Ja, dat geloof ik. Ja. Ja. En de middelbare school? Middelbare school heb ik in Terneuzen gedaan. En dan ben je gaan studeren. Welke universiteit is dat? Ik heb eerst een hbo-opleiding gedaan. Toerisme in Brugge. Ah, toerisme? Toerisme. Zo. Inderdaad. Ja. Vond ik hartstikke leuk. Ik heb ook daarna in toerisme gewerkt in Katzand. En daarna vond ik eigenlijk wel... Ik wou eigenlijk mezelf nog een beetje verdiepen. Ik dacht, dat kan ik altijd nog doen. En toen ben ik aan de Open Universiteit kunstgeschiedenis gaan doen. Vond ik eigenlijk wel zo leuk. En waar was dat? In Gent. Ah. En toen heb ik me ingeschreven voor archeologie en kunstgeschiedenis in Gent. En daar heb je dan de universiteit? En inderdaad. Heb je dan ook nog een bepaald onderwerp gekozen om af te studeren? Ja. Ik heb provinciaal Romeinse archeologie gedaan. Dus de Romeinen, zoals je weet, komen natuurlijk uit Rome. Ja. En je kan klassieke oudheid studeren. Maar ik vond de Romeinen hier in deze streken, bijvoorbeeld in Aardenburg heeft de Romeins fort gestaan. Ja, daar wilde ik graag meer over weten. Ah, ja. En ik had op een dag, belde ik iemand uit het museum. Toen was al een gemeentelijk archeologisch museum in Aardenburg. Van, ik zou graag dat Romeins fort, dat castellum zoals het heet, wel eens willen zien. En ik naar Aardenburg, overal bordjes, Castellum. Was eigenlijk nergens iets te zien. Ik dacht, dat is toch wel heel erg raar. En eigenlijk tot op de dag van vandaag is er eigenlijk behalve bij de school zo'n plattegrond die ze gereconstrueerd hebben. Heel weinig nog te zien van dat Romeins fort. Hè? Dus dat is op zich wel jammer. Hè? Want... Dus echte passie die blijkt ook uit wat je allemaal gedaan hebt. Ja. En heb je dan ook tijdens die studie ook nog stage mogen doen? Ik heb stage gelopen, moest altijd in vrije tijd. Oh, dus, tijdens schooltijd dat je 6 maanden naar het buitenland ging of zo? Of? Ja, dat hebben we het laatste jaar gedaan. Ben ik naar Italië gegaan. En wat heb je daar gedaan? Daar hebben we op een late ijzertijd vindplaats. Hebben we daar alles in kaart gebracht bij de Potenza-vallei, heette dat. Dat is nog steeds een project van de Universiteit Gent. Oh. En was ook wel heel leuk. En hoeveel maanden heb je daar dan gezeten? Of weken zo ongeveer? Ongeveer 6 weken. Oh ja. Ja. En dan moest je dan een slag voor schrijven. En, heb je ook een beetje Italiaans geleerd natuurlijk? Ja, ook. Ik heb een cursus Italiaans gedaan. Oh ja. Ja. Zeg, en je bent getrouwd en de kinderen? Ja, ik ben getrouwd met een Brabander. Oh? Ja, inderdaad. Ik woon nu aan de overkant op Walcheren. Ja. En ik heb 3 kinderen. En hoe oud zijn ze ongeveer? De oudste is 16, die gaat nu de examens in. Oh ja. En heb een zoontje van 13 en nog eentje van 5. En zijn die ook zo gepassioneerd voor archeologie? Nee, mijn dochter heeft wel stage gelopen in het archeologisch depot. Maar al die scherven en moet je toch wel heel veel geduld voor hebben. Dus die deelt die passie in ieder geval niet. Nee. Ze vindt het wel altijd leuk om oude dingen te bekijken. En het verhaal erachter, dat is ook heel belangrijk. Echte story. Maar niet met de knieën in de klei. Inderdaad, inderdaad, ja. Ja, want je hebt een mooie foto opgestuurd en die wordt nu weer geprojecteerd. Vertel. Ja. Nou, zo ziet eigenlijk een archeoloog eruit. Mensen hebben altijd een beeld met een kwastje, heel stoffig. Maar dit is eigenlijk de archeologie in Zeeland met een goed pak aan, vooral als slecht weer is. En vaak ook met een boor in de klei, in het veen. Meestal tot 4 meter diep. Om eerst te gaan kijken van welke bodemlagen zitten daar? Want in Zeeland heb je dus een gelaagd landschap. Ja. Het is niet zoals bijvoorbeeld in Brabant waar je zand hebt.
Hè, maar je hebt klei of zand, veen en nog klei of zand. En dan kan je eigenlijk dateren van, als je daar vondsten in vindt, welke periode ze zijn. Ja, ja. Even voor het publiek. Bij de Sluiskiltunnel, ja, daar hebben ze een heel mooie pijp, de transparante pijp. En daar kun je al die grondlagen zien tot 60 meter diep. Klopt. Maar zo diep gaan wij niet voor archeologie. Nee, maar ik bedoel te zeggen van, ja, want er zit natuurlijk boomse klei en dan zo verder, ja, allerlei lagen. Ja, ja. Maar bij de Sluiskiltunnel is ook archeologisch onderzoek geweest. Oh ja. Ja. Oké, maar we gaan het nu voornamelijk projecteren op West-Vlaanderen. Ja. En de eerste die je gekozen hebt is natuurlijk Aardenburg. Ja, ik ben ook op Aardenburg afgestudeerd. Ja? Dus in mijn studie in Gent wilde ik veel meer weten over het castellum in Aardenburg. Maar toen bleek dat er ook nog rondom dat fort een heel dorp heeft gelegen. Nou, daar was eigenlijk nog heel weinig over bekend. Jan Trimpenburger, de oude Jan Trimpenburger, hij is helaas overleden. Die heeft heel veel onderzoek gedaan. Was een van de eerste provinciaal archeologen in de jaren 50. En die heeft daar ook, uiteindelijk is hij daar ook gaan wonen. Heeft heel veel opgegraven. Het belangrijkste zeg maar eruit gehaald. En is er eigenlijk achtergekomen van, het is volgens mij een militair kamp geweest. Ah. En die was een van de eerste die dat ook opperde. Hè, van, ja. Maar er is ook bewoning omheen geweest. En van die bewoning om dat kamp heen, daar heb ik één site, zeg maar, opgravingssite, ja, volledig uitgewerkt. Hof van Buizen heet dat, Hof van, ja, Buizen 2. En ja, dat heb ik helemaal bestudeerd. Ja, en, er zijn mooie foto's van. Kijk, hier hebben we een plattegrond. Klopt, dat is eigenlijk met de rode bolletjes waar het castellum is, het fort met de toren. Dus dit is in Aardenburg. Dus je hebt Aardenburg, die rode bolletjes en je hebt, ja, iets geels. En even voor de kijkers thuis, het zit Sint-Baafs, de huidige Sint-Baafs, ligt midden in het castellum. Oké. Okay. Ja. En inderdaad, waar de gele vlek is, dat is de opgraving die ik volledig bestudeerd heb. Oh ja. Ja. Zeg, en hoe lang doe je dan zo'n onderzoek? Een archeologische opgraving kan jaren duren, maar bij wijze deze van spreken. Deze heeft een paar weken geduurd, maar de studie daarvan, dus echt die 10.000 voorwerpen die eruit zijn gekomen. 10.000? Ja, meer dan 10.000 voorwerpen. Die worden allemaal beschreven? Die heb ik in mijn studie beschreven. Ah ja. Ja. Kijk, en hier zien we dan een mooie tekening. Dat zijn de grondsporen die daar allemaal aangetroffen zijn. Er zijn ook middeleeuwse sporen gevonden uit de 10e, 11e eeuw. En nou, daar is een site waar heel veel overtjes gevonden zijn. Oh. En tot op vandaag weten we nog steeds niet waar specifiek die overtjes voor gebruikt zijn. Het kan namelijk voor het maken van vissaus. Men at heel graag vissaus in de Romeinse tijd. Het was een delicatesse. En ook in het museum in Aardenburg kun je nog zien, Alek heette dat in de inheems Romeinse taal, dat amforen waren die voor vissaus gebruikt werden. Ja. En ook in die site zijn heel veel mossel- en oesterschelpen gevonden. Okay, dus eventueel zou het daarvoor gebruikt kunnen zijn. Oh ja. Maar we hebben ook bijvoorbeeld bij Scheerabtskerke en bij Koudekerk overtjes gevonden, die bijvoorbeeld misschien voor zoutproductie in de Romeinse tijd gebruikt zijn. Oh. En een aantal jaren terug hebben we hier in Oostburg, hier vlakbij, hebben we dus, dat is dan briketageaardewerk, om dat zout in te vervoeren, hebben we hier in Oostburg teruggevonden. Dus zout, vis, dat is allemaal heel belangrijk, ja, natuurlijk. En ik zag ook dat er allerlei cijfers bij stonden, hè? Romeinse cijfers, 1 tot en met 12 of zo. Dat is toevallig gewoon om dat te nummeren. Hè? Oh, ja. Dus elk spoor heeft een apart nummer. Oh, ja. Ja, en dan weet je waar de vondsten uitkomen, dan kan je de sporen dateren. Okay. Dus archeologen zijn heel erg geïnteresseerd, voornamelijk in het verhaal. Ah ja. Dus in Egypte zie je ook wel eens, hè, dan blazen ze zo'n heel stuk weg. Ja. Maar wij zijn echt geïnteresseerd van hoe heeft het er nou uitgezien om het hele verhaal te kunnen reconstrueren. Ja. En hoe diep ga je dan met zo'n boor? 4 meter zei je? Maar ja, dat hangt er een beetje vanaf. Aardenburg is gelegen op een dekzandrug. Ah ja. Dus dan hoef je niet heel erg diep. Maar bijvoorbeeld in Oostburg, dat is gelegen in een beetje een poelgebied. Met klei, veen, dan moet je al veel dieper. En hoe is nou Aardenburg? Hoe diep is dat dan? Die zandberg onder het oppervlak van nu? Dit is ongeveer op een meter diepte. Oh, een meter? Ja. En dan zit je op de dekzand terug van 10.000 jaar geleden. Inderdaad. En daar hebben die Romeinen dan opgebivakkeerd. Ja, inderdaad. En in Aardenburg heb je eigenlijk resten tot 10.000 jaar terug. Vanuit de middensteentijd. Ja. Ja, ik vind het ook geweldig om in Aardenburg te gidsen. Maar dat merk je wel, hè? Ja. We hebben dezelfde passie, hè? Inderdaad. Oké, laten we de volgende foto even bekijken. Want kijk, ja, hier zie je allerlei aardlagen. Nou, hier zie je inderdaad die lagen die ik dus beschreven heb. Maar dit zijn hele bijzondere lagen. Dit is namelijk een doorsnede van een Romeinse weg. Oh. En deze is aangetroffen bij rioleringswerken in 2008. Toen we in Aardenburg grote rioleringswerken hadden.
En eigenlijk de weg, dus als je Romeins fort hebt, heb je altijd loodrecht de wegen die daar lopen, die uit het castellum vertrekken naar het westen toe. Dus die hebben dwars aangesneden en je ziet eigenlijk waar ook de puinlaag waar die uit opgebouwd is. Dus dat was fantastisch om deze volledig in het profiel een keer te zien. Zo, dat is toch wel vrij uniek dan? Ja, absoluut. Ja. En dat noemen ze toch heierwegen, is niet? Ja, dat zijn die grote, hè? Inderdaad. Ja. De naamgeving zit hier niet meer bij ons, hè? Zit er niet meer in, maar okay. Klopt. Ja. Ja. Hebben we hier weer een vindplaats? Wat zien we hier? Inderdaad nog een van die oventjes die we terug hebben gevonden ook in de opgraving. Oh ja. Ja, klopt. De volgende? Nou, dat is de molensteen. Dit is duidelijk een molensteen, hè? Een Romeinse maalsteen. Dus die hadden ze niet alleen in de middeleeuwen en nu die je bij de molens ziet, maar ook in de Romeinse tijd hadden ze die al. En die, zoals je ziet, deze lag helemaal beneden in een kuil. En dat is waarschijnlijk ook een offergave geweest. Oh, dus, en hoe weten jullie nou dat dit een molensteen is, niet van gisteren, maar van 2000 jaar geleden? Nou, ten eerste waar die gevonden is, ja, tuurlijk, dus in de laag. Maar ook aan het materiaal waar die van gemaakt is. Dus vaak zijn die uit vulkanisch tufsteen uit de Eifel. Dus al weten we van, nou ja, komt daar vandaan. Niet allemaal stenen komen daar vandaan. Maar ja, er zijn ook allemaal specialisten in die dat dus onderzoeken. Ja, uiteindelijk is dat onderzoek niet alleen het werk van archeologen. Maar er komen zoveel disciplines bij te pas. Absoluut. Het lijkt me wel leuk om dat proces te managen. Het is eigenlijk een heel puzzel. Ja. En de hoofdarcheoloog, maar zo te zeggen, die legt alles samen en die schrijft dan het rapport en die vertelt het verhaal. Ja. En vooral dat laatste, namelijk om het te vertellen voor een wat groter publiek, ja, dat blijft vaak een beetje hangen. En dan hebben we allemaal rapporten en prachtige vondsten in het depot. Maar ja, de kunst is eigenlijk om dat verhaal naar de mensen te brengen. Ja. Maar daar heb je natuurlijk gidsen voor. Hey, daar, Jan? Ik vind het prachtig. Ik zuig alles op. Kijk, en wat is dit dan? Ja, dat is een retraissement, zoals je ziet, allemaal zand. Dus dat ligt in de Zwinstraat. En daar werden bij rioleringswerkzaamheden kwamen opeens skeletten aan het licht. Oh. En het lag vlak bij de Hickmanbrug, zeg maar, de brug over het uitwateringskanaal. En men dacht al gauw, misschien zijn het uit de Tweede Wereldoorlog slachtoffers. Ja. En het was mijn vrije dag en ik kleedde toevallig langs. En toen ben ik in de put gesprongen hier. En, ze lagen op 1,20 meter diepte, best diep. En je kan aan de kleur zien dat ze al een beetje, nou, niet meer helemaal wit zijn. En we hebben ze laten onderzoeken. En blijkt dat ze begin 16e of begin 17e eeuw zijn. Oh. Dus dat was toch wel heel verrassend. Dus waarschijnlijk een van de, want als je weet, retraissement is in 1604, hè, door Maurits van Sticht. Dan is het misschien of van die periode, van de stichters van retraissement, of van daarvoor nog. Maar waarschijnlijk ook militairen die gesneuveld zijn? Of, nou, dat denk ik niet. Oh. Want er lag ook een vrouw bij. Ja? En die had ook prachtige sieraden aan. Dus er was iemand van hoog aanzien? Ja, dat weten we natuurlijk niet zeker. Maar het kan ook een boerin geweest zijn natuurlijk. Ja. Ja, okay. Inderdaad. Dus dat was toch wel verrassend dat eruit kwam. En dit is dus ook weer retraissement? Dat is inderdaad Fort Berchem. Dus dit was eerst een stierenwei. Mijn opa woonde daar vlakbij. Echt waar? In Ter Hofstede, in Drostie, zoals we zeggen. Ja. En nou, provincie Zeeland heeft samen met provincie Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen een Europees project gedaan om een aantal van deze forten te reconstrueren. Ja. Nou, het Fort Berchem is uit 1745. Ja. En ja, dat is dus zoals je ziet. Door middel van archeologisch onderzoek ook, volledig gereconstrueerd. Dus je ziet een fort en dan zie je daarom een gracht. Ja. En je ziet een brug die ze natuurlijk s'nachts op konden halen. Die is ook teruggevonden bij archeologisch onderzoek. Een houten brug? Een houten brug. En ik weet nog, want daar ben ik toen ook geweest bij de opgravingen, dat we daar ook zo'n walviswervel terug hebben gevonden. Ook echt fantastisch, ja. Maar die is dan van veel vroegere tijd natuurlijk. Nee, dat is gewoon uit dezelfde periode. Ja. Oh? Ja. Ja. Heel bijzonder, ja. Dus dit was retraissement, maar we hebben nog meer, hè? Een prachtige video.
Sluis is een stad die in de middeleeuwen aan het voormalige Zwin gelegen was. Het Zwin was de handelsroute over water naar Brugge. Hierlangs lagen verschillende stadjes en Sluis lag het meest noordelijk en kon daardoor tol heffen. Het middeleeuwse Sluis was een versterkte stad met wallen, een gracht en poorten. In het noorden van de stad werd in het begin van de 14e eeuw een grote kerk gebouwd naar voorbeeld van andere zogenaamde reuzenkerken. De kerk, wel 80 meter lang, werd gewijd aan Johannes de Doper en kreeg de naam Sint-Jan. In de 17e eeuw kreeg de kerk een gereformeerde dienst. Maar dan, op 16 september 1811, sloeg het noodlot toe. Een brand legde de kerk in as om nooit meer te herrijzen. Het was niet zo makkelijk om tot een goede reconstructie te komen van de middeleeuwse Sint-Janskerk. Eerst werd uit allerlei archieven beeldmateriaal bij elkaar gezocht. Ook dat is er niet veel. Er zijn kleine schetsen van de kerk op oude kaarten te zien en uit de 19e eeuw bestaat een zijaanzicht van een toen reeds afgebrande kerk, waarop staat van voor den brand van 1811. Dat betekent dus dat deze tekening is gemaakt na de brand zelf. Bij het maken van de reconstructie voor de maquette die u hier in de tentoonstelling ook kunt zien, kwamen we erachter dat een aantal zaken op dit zijaanzicht niet waarheidsgetrouw zijn. Zo zijn de zijkapellen niet rond, maar rechthoekig. De enige echte goede bron is een plattegrond van de kerk uit het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen. Door alle gegevens op te meten en digitaal te koppelen, konden we tot een gedegen reconstructie komen van de Sint-Janskerk. In 1948 werd dit terrein opgegraven. Sluis was erg verwoest in de Tweede Wereldoorlog en studenten uit Leiden die wilden graag een park inrichten in Sluis. Maar ze lieten hun oog vallen op dit terrein en hieronder lagen de restanten van de Sint-Janskerk die verbrand waren in 1811 en opgeruimd, maar nog steeds wel zichtbaar waren aan de oppervlakte. Toen is de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, de ROB, die is gekomen en die heeft in 1948 toen een opgraving gedaan naar de restanten van de middeleeuwse kerk. De grafstenen op het terrein die werden allemaal verwijderd. Er lagen 60 grafstenen op het terrein. Die werden natuurlijk verwijderd voor de opgraving. En die lagen ook boven op de kerk. Die zijn allemaal apart gelegd en na de opgraving weer allemaal teruggelegd op hun plaats. Na de opgraving werd het terrein verdiept achtergelaten. De gemeente heeft toen keermuurtjes geplaatst rond de Sint-Janskerk om de contouren van de kerk duidelijk aan te geven. De grafstenen werden weer opgeplaatst teruggelegd. Nou Nathalie, dat was een hele mooie film. Met jouw stem als voice-over begrijp ik. Ja, heel inderdaad. Leuk. Kun je nog even een kleine toelichting geven over het proces? Ja, zeker. Het was Sint-Janskerkhof in Sluis. En was eigenlijk gegroeid vanuit de buurtbewoners daar. Dus in de 1948, na de Tweede Wereldoorlog, is het opgegraven. Hè, dus de fundamenten van de oude Sint-Janskerk. Een oude Zwinkerk, gebouwd in 1325. En volledig vernietigd. In 1811 is die afgebrand, hè, door een ongelukje. Door een dakdekker. En dat was in de jaren 60 was het al eens een herinrichtingsproject geweest. Dan hadden ze een kuil gemaakt en wat opgemetselde muurtjes om het ook al eens te laten zien wat er vroeger geweest was. Maar dat was eigenlijk helemaal verpauperd. Die lagen allemaal grafstenen die helemaal in brokken al waren. En Henk Hendriksen, die dus de voorzitter was van de werkgroep Sint-Janskerkhof, was al jaren bezig om daar leuke plannen voor te bedenken samen met de buurt. En toen was er een uitgelezen kans. Hè. De gemeente had wat grond over uit een ander project om dan het gat te dichten, om die grafzerken door Luc Engels te laten restaureren. Dat was hoog nodig, een aantal uit te zoeken. Er zat een hele mooie 15e eeuwse bij. En om daar voor het publiek wat informatie ook over te geven. Nou, en daar is een tentoonstelling en onder andere het filmpje uit voortgekomen. Zullen we even naar gaan kijken van het filmpje van Luc Engels, ja, met bewerken van die grafsteen? Ja. De selectie van de grafstenen is tot stand gekomen om te kijken van wat was het meest complete,
Wat was het mooist bewaard gebleven en wat was de moeite waard voor een investering te doen om deze ook te restaureren? Bij het restaureren van vooral deze grafstenen komt eigenlijk een heleboel kijken. Ten eerste het formaat. Toen ik ze de eerste keer zag, dan schrok ik eigenlijk van het formaat. En dan praat je over de grootste is ongeveer 3,40 meter en dan een centimeter of 20 dik. Dus dan praat je zo over 2 ton. De steen waar ik nu aan bezig ben, die had enkele specifieke problemen. Een van de problemen was dat die dus in 24 stukken uiteen lag. Je kreeg dus op een gegeven moment dat je echt een puzzel moest oplossen waarvan je de stukjes en het voorbeeld niet precies wist. We staan hier bij het voorbeeld van een prachtige middeleeuwse grafsteen die vrijwel compleet bewaard van het echtpaar van der Woude, overleden rond 1500. En dat is echt een topper geweest en gelukkig is die vrijwel compleet bewaard gebleven. Nou, dit was een uitstekende toelichting op het werk van Luc Engels. Nog een kleine toelichting wat die vrijwilligers allemaal voor goed werk gedaan hebben. Ja, ze hebben jarenlang al die grafstenen in kaart gebracht, dus opgetekend, gedocumenteerd. Maar ook geholpen om die te lichten, hè, want dat is een heel werk om dat allemaal te doen. En dankzij die vrijwilligers is het er gekomen. En het zou natuurlijk hartstikke leuk zijn. We zijn mooie bankjes gemaakt. De gemeente heeft het ook onderhoudsvriendelijk ingericht. Hè. Dat is ook heel belangrijk, hè, bij projecten. En dat bijvoorbeeld het Sint-Jansfeest weer kan worden beleefd in juni. Ja, dat er een buurtbarbecue kan worden, dat er dingen kunnen worden gedaan. Natuurlijk, ja, dat zou het leukste zijn. Ja, en wat ik ook zo knap vind, dat is dat je dan zo'n kerk die in 1811 afgebrand is, in 1325 gebouwd is, dat je die helemaal kunt reconstrueren wat betreft die tekening. Hoe doe je zoiets? Dat was ontzettend lastig, omdat er eigenlijk maar één tekening in het archief was. Oh ja. En we moesten het dan toch hebben van de resten van een archeologisch onderzoek. Oh ja. Want op een aantal tekeningen staan er bijvoorbeeld ronde bijgebouwtjes, maar in het echt zijn die vierkant. Oh. Dat zie je op de opgravingstekeningen. En ze hebben bijvoorbeeld ook het torentje wat je zeg maar hier in beeld ziet, terug kunnen vinden dat dat een trap was. Ja, we zagen wel een paar stenen liggen, maar we hebben dat even goed bekeken. En zo hebben we eigenlijk alle afmetingen kunnen reconstrueren. Ja, en dan je boerenverstand gebruiken, want zo'n trap in zo'n toren is natuurlijk een wenteltrap. Inderdaad, je hebt natuurlijk wel wat inzicht nodig in hoe gebouwen in die tijd er hebben uitgezien. Oh, ja. We hebben in Vlaanderen, bijvoorbeeld Oostkerken, een aantal dingen waar we mee kunnen vergelijken. Maar, oh, ja. Dat is toch wel een hele puzzel als je zo'n grafsteen in elkaar wilt zetten en ja, hoe moet je het leggen, hè? Ja. Maar dat doet dan Luc Engels. Dat doet Luc Engels inderdaad. En dan doet hij daar ook materiaal tussen doen, zodat het in ieder geval bij elkaar altijd een beetje goed uitziet. Ja. Maar dat je wel nog het verschil ziet tussen het gerestaureerde deel en het echte deel. Ja, en hoe oud is zo'n grafsteen dan? Nou, deze is bijvoorbeeld uit de 17e eeuw. Echt maar we hebben er ook een hele mooie middeleeuws uit de 15e eeuw. De 15e ja, eeuw. Die is nu nog te zien, dus op het Sint-Janskerk. En zou die dan in de vloer van de kerk gelegen hebben? Ja, die hebben binnen in de kerk gelegen. Hè. Daar komt ook Rijke Stinkert vandaan. Rijke Stinkert, hè? Want inderdaad. Dat is een familiegraf en dan wordt er iemand bijgeschoven. En dan met wier ook proberen ze dat dan die geur te verdrijven. Maar de uitdrukking, daar wordt weer Rijke Stinkert begraven. Inderdaad. Nou, dit is? Dit is een project van de provincie Zeeland uit 2016. En het heet de Wallen van Sluis. Nou, dit zijn niet de Wallen van Sluis, maar de buitenwallen van Sluis. Die er omheen lagen vanaf boven waren die nog goed zichtbaar op luchtfoto's. We hebben ook archeologisch onderzoek gedaan naar de precieze ligging daarvan. Maar het is ook een rijksmonument vanuit cultuurhistorie. Dus je mag ook niet de zaken verstoren. Nou, vanuit natuurontwikkeling lag er ook een opgave om wat meer natuur, of wat meer water, ook een aantal kikkerputten aan te leggen. Toen hebben we dat eigenlijk gecombineerd. Dus samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben we gekeken van we gaan het historisch profiel. En het historisch profiel wil zeggen waar ooit die vestinggrachten gelegen hebben. Daar blijven we binnen, gaan we niet aantasten. Waar we het misschien doen, doen we net een beetje een archeoloog erbij zetten. En er zijn deze landschappelijk geaccentueerd, zoals dat heet. Dus geen volledige reconstructie. Dus hier. Je zou het bijna zeggen, het ziet er net echt uit. Maar net echt, ja. Het is, in het echt waren die grachten nog veel dieper en die wallen nog veel hoger. Ah, ja. De buitenwallen. En zo is dat een aantal delen rond Sluis is dat zo gedaan. Zodat mensen toch beter dat landschap kunnen beleven van hoe zag het er vroeger uit. Ja,
Nou, goed, ja, het is heel interessant. Maar we hebben ook nog een hele mooie video. Zullen we daar eens naar gaan kijken? Prima. Oké. Nou, ik zag heel wat voorbij komen. Niet alleen wie er al meegewerkt heeft, maar geef even een korte toelichting, Nathalie. Ja, dit is een fantastisch project. Verdwenen Zwinhavens, Universiteit Gent en Westtoer, maar ook provincie Zeeland, gemeente Sluis doen daar aan mee. En de opening is 3 juli. Het is een expositie over de verdwenen Zwinhavens uit de middeleeuwen. Dus de voorhaven van Brugge, om maar zo te zeggen. Begin bij zit Anna Termuiden, Sluis, Monnikenreden, Hoeken, Dammen, Brugge. En het idee is om het hele verhaal daarvan in beeld te brengen. Timescope is het bedrijf wat de beelden uitvoert. We hebben het net al kunnen zien, die prachtige voorbeeld van het kasteel van Sluis, reconstructie. En in de tentoonstelling krijg je het verhaal verteld, maar op hele een wijze wat je nog niet gezien zal hebben. Ook met een immersieve ruimte. Dus dat de beelden met je meebewegen als je de ruimte ingaat. Dus ik zou zeggen, iedereen moet die tentoonstelling gezien hebben. Die is in het Zwin Natuurpark, Knokke-Heist. En daarna gaat hij in delen naar Dammen en blijft hij ook in Brugge. En er is ook een fietsroute, die in ieder geval 3 jaar. Met ook logotjes en borden van verdwenen Zwinhavens. En daar hebben we die timescope die we net hebben gezien. Hier in Sluis komt die te staan aan de oostkant. Waar nu al een bord staat van de staatsbaan Cellini's. Oh ja. En daar komt die timescope. En dan kun je heel dat verhaal zien. Dus de reconstructies uit de middeleeuwen met het Zwin. En ook met bijvoorbeeld de zeeslag bij Sluis. Ja. Die heel beroemd is. Ja, is echt fantastisch. Ja, dus 3 juli, begrijp ik, is ja, dan... Ja, opent de tentoonstelling. Ja, maar er zijn ook nog archeologiedagen. Nee, dacht ik, hè? Ja, de archeologie, het zijn de nationale archeologiedagen. Ja? Die zijn 18, 19 en 20 juni. En, 2021? Ja, ja, inderdaad. Dit jaar dus. Ja. Dit jaar. En provincie Zeeland doet daar voor het eerst aan mee. En dat wil zeggen dat we dus een coördinator aanstellen die dat kan regelen voor instellingen, vrijwilligers, maar ook de gemeente. De gemeente Sluis heeft afgelopen jaren ook al meegedaan. Bijvoorbeeld Groene Podium, die een gids regelt. In Aardenburg heeft iemand de rondleiding gegeven. Nou, dat soort dingen wat ik nu allemaal verteld heb is hartstikke leuk. Bijvoorbeeld Sint-Janskerkhof. Om aan de mensen het verhaal te vertellen over het verleden. Hoe kunnen de mensen de informatie vinden? Welke website? Voor archeologiedagen heb je www.archeologiedagen.nl. Ah, ja. Voor de verdwenen Zwinhavens is dat www.verdwenen-zwinhavens.nl. Ja. En als je nog meer wil weten, zou ik zeggen, kun je mij een mail sturen? Ja, nou, wat is je e-mailadres? Nou, mijn e-mailadres is eigenlijk heel makkelijk. provinciaalarcheoloog@zeeland.nl. Oké. Okay. Nou, Nathalie, zullen we het daarbij laten? Want het is... Ja, we kunnen nog uren vertellen. Ja, we kunnen uren vertellen. We gaan een keer op roet. Ja. Zeker 3 juli gaan we deelnemen. En, absoluut. Bedankt voor je komst. Graag gedaan. Dan ga ik nu de kijkers bedanken. Dat is goed. Oké. Okay. Nou, beste kijkers, dit was een heel gebeuren weer over archeologie. En voornamelijk in West-Vlaanderen. Ik heb ervan genoten. Ik hoop u ook. Maar zeker kinderen zullen dit heel interessant vinden. Ik hoop denk het. Ik ook. Ja. En alle mensen, hè? Ja. Nou, nogmaals dank. Dankjewel, Jan. Oké.